ontspanning in het kaakgebied en ook voor een ontspannen adem is de oefening waarbij we de tong uitsteken. Dus hij steekt uit naar buiten, laat hem een beetje naar hangen. En zo vermijden we dat we de kiezen op elkaar kunnen klemmen. Dus als je merkt bij jezelf dat je die neiging nogal eens hebt om met stramme kaken rond te lopen, neem eens tijd om je tong uit te steken en zo een tijdje te zitten of te wandelen of auto te rijden. Dit is een van de weinige oefeningen die je kunt combineren met iets anders. En vaak kun je bij het wandelen, althans dat gaat mij zo, of bij het autorijden merken dat je nog wat gespannen bent in het kaakgewricht, in de kaken. En dan kan dat heel prettig zijn. Het geeft ook in het algemeen meer rust en ontspanning. Doe het in het begin vooral niet te kort. Neem echt een minuut of vijf om zo te zitten, dat het in je kan doorwerken. En ook tijdens het wandelen of autorijden, mag gerust 5, 10 minuten of langer. En je zult merken dat het op allerlei manieren ontspanning geeft en rust geeft in je lijf. En ook hier weer, als je stil zit, kun je de adem volgen. Inademing, uitademing, adempauze. Voel hoe de adem vanzelf binnenstroomt en voel hoe de adem ook weer naar buiten stroomt met de uitademing. Een rustige golfbeweging, en zoals de golven op het strand ook komen en gaan.